1, goedemorgen. Het is alweer redelijk opgeklaard. Het was behoorlijk mistig vanmorgen. Even een uurtje gewerkt. En nu gaan we de bus inpakken en dan gaan we een stukje rijden weer. We gaan naar het noorden, verder richting het Nationaal Park Valbonen. Daar willen wij de berg op gaan rijden. Nou, dat is een beetje het doel voor vandaag en morgen. De school die is toch half bewoond, moeten we zeggen. Het zijn geen schoolkinderen, maar er zijn wel mensen in. De schoorsteen brandt en er staan een paar auto's. Geen idee wat ze aan het doen zijn. Maar ja, hij is dus niet verlaten. Nee, dat leek wel zo. Leek eerst wel zo, ja. Maar ook weer niet, want er liggen al spullen in. Ja, het raam stond ook open. Dus het, ja, nou. Geen echt een werkplek of zo. Zou wel kunnen. Maar er hangen behoorlijk wat wolken. Vanmorgen wel geregend, vannacht ook wel. Dus we moeten voorzichtig op de weg doen. Ik ben benieuwd, we gaan een stuk naar beneden rijden. En als het goed is zien we straks meer van het meer. Ja. En van de bergen erachter. Ik ben benieuwd. Hopelijk blijft het ook droog. Het is niet het mooiste weer. En ook niet de meeste zicht. Maar als het maar niet regent, dan is het rijden nog wat te doen, denk ik. Gaan we de bus verder inpakken en dan gaan we weg. Wat een uitzicht. Mooi, hè? Heel vet. Het water is zo stil. Ja, het is hier sowieso echt doodstil. Los van de schaapjes die je hoort soms. Ja. Maar er vaart ook gewoon niks, dus het ligt er zo mooi stil bij. Ja. Echt gaaf. En dit is dus ook gewoon een heel groot stuwmeer. Bizar dat ze dat zo hebben gemaakt, joh. Nou ja, ze hebben uiteindelijk alleen dat dam gemaakt en dat gewoon die hele kloof vol gepompt. Maar ja, maar toch. Vol laten lopen. Het verandert het landschap wel heel erg. Heel mooi. Rijden nog even een stukje door. Volgens mij hebben we verderop nog een uitzichtpunt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen idee wat het was. Maar... gaan we door. Zo. Wat een uitzicht. Jeetje. Kijk, nou zie je al die wegen ook zo mooi daar. Ja. En hier staan we vlakbij het viewing platform, maar iets hoger nog. Dus het was een mooiere plek om te stoppen, denk ik. Vanaf hier zie je dus echt de stuwdam. Maar je ziet vanaf hier het diepteverschil heel slecht, hè? Ja, maar je ziet wel dat het echt veel hoger is. Ja. Dit is dus het Vierze meer, het meer van Vierze. Echt een stuwmeer. En daar is het Komani Lake. Het Komani meer. Dat meer, dat loopt dus helemaal door naar Koman. Ja. En dat is heel ver waar we later ook gaan komen, bij Skeuder. Ja, en hier gaan we helemaal naar beneden. Dan gaan we bij die splitsing van het water daar, gaan wij rechtsaf. En daarachter is het Valbonen Nationaal Park. Cool. En dan later gaan we daarheen. Want op die splitsing van het water, daar gaat ook een veerboot. En een veerboot die gaat vanaf hier, van Vierze, helemaal terug naar Koman. En dat is een hele mooie veerroute, veerboot. Van 2 of 3 uur of zo? Ja, die duurt echt best wel lang. En die veerboot die hebben we ook in overweging om te nemen. Dat hadden we initieel wel gepland. Maar door het weer hebben we daar wat vraagtekens bij. Ja, want hij is best wel prijzig. Hij is wel prijzig. Ze berekenen het per vierkante meter. Nou, onze camper is best wel groot. 7 euro per vierkante meter. Ja. En dan kan je reserveren. Dan heb je iets van korting. Maar dat komt bijna op 100 euro uit voor een enkele reis. Ja. Maar die boot die neem je dus helemaal terug naar Koman. En dat is een beetje de route waar wij heen willen, richting Skeuder. Want de andere kant is dat je precies deze route weer terugrijdt. Ja. Dan moet je echt deze hele route terug. Ja. Nou, dan ga je dat er niet uithalen met je brandstofkosten alleen. Zo moet je het ook niet zien, want het is ook gewoon een hele mooie route. Alleen als het slecht weer is, dan is er gewoon veel
veel minder mooi. Ja. Dat spreekt voor zich. Dus dat hebben we echt nog wel even een serieuze afweging. Gaan we dat doen nadat we klaar zijn in het Nationaal Park? En dat zou echt de perfecte route zijn. Of pakken we toch deze weg weer terug? En dan komen we uiteindelijk bij Skeuder uit. Dan kom je ook niet meer bij Komman. En dan zien we ook minder van dit meer. Maar het gaat helemaal tussen de bergen door. En in de zomer is het super mooi met het water. Ja, dat is nu gewoon de komende dagen veel minder. Want het blijft gewoon heel wisselvallig weer. Ja, zolang er maar zicht is, denk ik dan. Ja, en het droog is. Dit is prima weer. Het is wel een stuk kouder geworden. 14 graden of zo. Maar ja, het moet droog zijn. Ja. Maar dan nog is het natuurlijk echt wel een serieuze uitgave. €100 voor zo'n ferry. Terwijl je er ook in principe omheen kan rijden. Maar ja, daar gaan we even over nadenken. Ja. We gaan eerst even van het uitzicht genieten hier. En dan gaan we even een broodje eten. Want daar gaan we zo meteen naar beneden dus. Die hele slingerweg. En dan gaan we eens even kijken waar die ferry komt. En dan hebben we nog één dorpje voordat we daar ergens de bergen in moeten. Richting Valbonen. Het is een stuwdam, wat een hoog ding. Dus nog een heel wat andere schaal dan die bij Ules. Dit ding is zo hoog. Want aan de bovenkant zit gewoon water, hè? En die weg ook die er gewoon overheen loopt. Ja, ja. Bizar, wat een ding, joh. Zo, dit water gaat zo snel. Ja, die brug ziet er ook goed uit. Niet alleen. Een miste stukje. Daar, helemaal daarboven stonden we net. Zo, we zijn in Benjam Curry. Laatste dorp voordat we de berg oprijden van Valbonen. En hier gaan we toch even kijken of we nog wat boodschapjes kunnen doen. Ja, verse. Verse boodschappen, een paar noodzakelijke dingen. Misschien leren we ook wat over het Nationaal Park en de sneeuw die er ligt, of niet. Ja. Dus we gaan even een klein rondje door het dorpje lopen. Ben benieuwd. Ja. €770 lek voor smeerkaas, een pot jam, €7. En wc-papier. Het zijn gewoon dure artikelen, maar zijn het wel nodig? Zijn het wel nodig. Dit was echt een winkel waar heel veel niet verse dingen waren. Ja. Maar ja, wc-papier was nodig, pot jam. Voor de rest gaan we nou even verse dingen kopen. Ja. In ieder geval kijken daar in het centrum van het winkeltje, van het dorpje. Yes. Daar had je weer heel veel van die groentemarkets volgens mij. Klopt, ja. En die verkopen weer alleen vers spul. Ja, en daar even heen. Even de spullen wegleggen. In de bus. Zo, boodschapjes gedaan. Leuk door het stadje gelopen, of dorpje. En hoe aardige indruk gekregen van zo'n dorpje nu? Ja, verschillende vooral. Ja. Rijk en arm. Precies, de gebouwen hier om ons heen die zijn behoorlijk oud. Dat is gewoon echt alleen een binnenmuur. Of oud. Ja. Je ziet dan ook wel weer heel veel rijken. Ja, heel veel Engelse auto's ook, dikke Range Rovers, Mercedes. Heel veel rijke jongens. Nou, het straatbeeld wordt natuurlijk ook alleen maar bepaald door mannen eigenlijk. Enkele vrouwen die... Heel weinig vrouwen. In de winkel staat. Wel redelijk wat we kunnen kopen. Broccoli. Ja, de broccoli die was... En de broccoli en drie knofbollen, die waren €200 lek. Dus dat viel mee. En aardbei ook €200. Aardbei ook €200 lek. Dus 1,80 ongeveer. Dus ja, dat valt mee. Ja.
Ja, ze hadden wel veel. Veel meer dan we voorheen hadden gezien. Klopt. Veel winkeltjes. Veel meer groenten. Ja, maar je had hier in dit stadje ook wel echt kleding, schoenen. Ja. Voelt wel een beetje toeristisch, want je hebt ook veel hotels en ook wel restaurants. Klopt. Maar ook wel gewoon veel rijkere Albanese, zeg maar, die ook uit eten zijn en zo. Ja. Dus ik weet niet. Best wel druk. Ja. Misschien komt het omdat het toeristisch is door het Nationaal Park, want daar komen natuurlijk wel heel veel mensen op af. Dat denk ik wel. Maar ja, je kan niet omheen dat je elke keer een fel oranje Range Rovers en Mercedes ziet rondrijden. Nee, ze zijn meteen heel luxe. Ja, dat zijn toch wel, dat is wel typisch. We gaan even de boodschap opruimen. We gaan nu dus de berg oprijden en we weten echt niet hoe het eruit ziet. Ik begreep wel dat die bergtoppen onder de sneeuw liggen en dat is ook logisch natuurlijk. Maar de parkeerplaatsen zijn wel vrij toegankelijk. Alleen we rijden, het is een redelijk normale weg volgens mij omhoog, want er zitten geen haarspelbochten erin. Nee. Dus die is wel goed begaanbaar. Alleen het is één weg omhoog en naar beneden, dus we moeten even kijken of we een mooi slaapplekje kunnen vinden. En dan daar even kijken waar we kunnen wandelen. Ja, want dat is inderdaad het plan. Misschien kunnen we gewoon een kortere route lopen. Zal vast wel een informatie. Ja, zal vast wel iets te lopen zijn of iets te bekijken in ieder geval. Ja. Zijn hele oren is ook open. Ja, hij ziet er super slecht uit. Oh. Hij heeft het alweer op. Ja. Jeetje, hij is zo dun. Het is een hele vieze gezwel op zijn pielen en op zijn oren. Ja. Sneu. Hij heeft het zo op, maar hij moet ook niet te veel, toch? Nee. En nog een beetje. Ja. Zo zijn we aangekomen bovenop. Laatste punt. Ja, ik heb even een beetje rondgekeken. Het regent inmiddels al wel, helaas. Niet heel hard, maar ja. Vanaf hier gaan we kijken welke wandelroutes te doen zijn. We staan nu even bij een hotel. Even kijken of we de wifi kunnen gebruiken om even de vlog up te uploaden. En we gaan even eten, maar voor de rest is het voor ons ja, even kijken wat we nou wel kunnen doen. En niet. Morgen. Ja, het zicht is minimaal. Maar we moeten ongetwijfeld dan een stukje kunnen lopen. We zien dan best wel wat wandelaars. Denk het ook wel. Zoals ik al zei, die route naar Ted die is sowieso niet te doen. En dat was ook niet onze planning, want dat is maar één weg. Dus ja, dat is sowieso geen optie voor ons, want onze bus staat hier. Dus we gaan even kijken. Ja. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En dan zien we jullie morgen en gaan we het park verkennen. Ja, doei doei. Doei doei.